heel graag voorstellen aan een groot vriendinnetje van mij. Mijn hondje Luna. Luna komt uit het asiel in Polen. Daar heb ik haar vandaan gehaald. Ik heb heel lang met haar moeten trainen. Maar ik ben vandaag voor een opfriscursus hier bij Maarten Dik. Want die is van de vakantiehond. En deed precies wat je met honden moet doen. Ga je mee? Gaan we opfriscursus doen. Maarten, hi. Hey. Waarom gaan mensen nou naar een hondentraining? Nou, kijk maar eens een keer op de straat. Hè. Dan worden de honden die trekken de baas voort in plaats van dat de baas met de hond loopt. Ja. Is dat nou het algemene doel van een hondentraining? Nou, wat ik persoonlijk wil bereiken, dat is dat ze goed luisteren. En ze moeten verder goede manieren hebben. Eigenlijk is dat je ook een beetje de baas moet opvoeden. Ja, dan komt het eigenlijk vaak wel een beetje op neer. Want de baas is vaak een liefhebber en die heeft vaak geen overwicht op die hond. Maar hoe wordt nou het baasje een goede leider? Nou, in eerste instantie moet je natuurlijk helemaal gek zijn op je hond en hem veel beweging geven. Maar je moet ook een beetje de taal van de hond spreken. De honden spreken een andere taal. En wat misschien nog belangrijker is, overwicht te hebben op de hond. Want de hond die heeft behoefte aan een duidelijke plek in de roedel. En geef je hem die niet, dan gaat hij zelf invullen. En dan kan hij gaan jagen op andere honden of hij kan gaan trekken aan de lijn. Als je nou heel erg dol op honden bent, je vindt het helemaal geweldig, kun je dan zomaar trainer worden? Nou, niet zomaar. Je moet natuurlijk een cursus volgen. Je kan naar Maarten Gauws gaan of naar de dierenbescherming of naar Amerika. En het voordeel is dat die Amerikanen hebben een wat realistischer kijk op honden. Ja. Ja, en dat gaat veel beter. Ja, want je traint ook met een ander soort halsband af en toe, hè? Ja, ik train met een remote leash. Dat komt omdat de mensentaal is eigenlijk voor de honden het zwakste punt in de communicatie. Nou, daar hebben die Amerikanen een oplossing voor gevonden, een remote leash. En dan geef je een kleine fysieke prikkel aan de hond. Dat past veel beter in de taal van de hond. De taal van de hond is een geurentaal, is een lichaamstaal, is een fysiek contacttaal. Maarten, dankjewel voor de informatie. Loen en ik gaan zeker nog even verder trainen. Wil je ondertussen meer informatie? Kijk even op onze website. Hé, jij bent lief, hè? Ja. Luna?